De NOS heeft een rondgang gedaan langs bijna 50 Nederlandse werkgevers om uit te vragen of zij een verbod hanteren op TikTok. Meer dan 30 hebben gereageerd. 2/3 daarvan geeft aan dat er geen sprake is van een verbod. De vraag is relevant omdat in de politiek, zowel in Nederland als daarbuiten, er steeds harder roep is voor een verbod. Het gaat vaak om politici en ambtenaren. In Nederland hangt er een verbod boven de markt voor reisambtenaren. Wat uit deze gegevens blijkt, is dus dat werkgevers op dit moment zich niet zo'n zorgen lijken te maken over TikTok. Dat staat in schril contrast met hoe de politiek ermee bezig is. Uiteindelijk is dit een kwestie van vertrouwen. Vertrouw je TikTok, dat van Chinese makelaar is, voldoende? En dienen werkgevers een risicoafweging te maken? Samsung, dat is reclame.